Voor de rechtbank in Den Bosch stond de vrouw terecht die in oktober haar 20-jarige zus heeft doodgestoken. Ze streamde haar daad via Instagram. Op sociale media gingen beelden rond van het slachtoffer. Volgens de politie begon de ruzie in het eigen huis van de twee zussen. Uiteindelijk wist de zwaargewonde Anouk nog te ontkomen en naar de buren te vluchten. Ik heb net op tijd mijn gezin kunnen redden. En ik, het ergste vind ik dan dat ik Anouk niet meer heb kunnen redden. En dat ik mijn hond niet meer heb kunnen redden. Dat vind ik behoorlijk erg. De hulpdiensten die kwamen te laat. Wat de aanleiding voor de ruzie was, ja, dat is nog steeds niet duidelijk. De verdachte, Bouchra D, was zelf ook aanwezig in de rechtszaal. En het was een emotioneel weerzien. Toen ze zag dat haar familie en vrienden aanwezig waren op de publieke tribune, schoten de tranen in haar ogen. Ze zwaaide naar hen en ze gaf handkusjes. Het moet een dubbel gevoel zijn voor de familie, want ze zijn iemand kwijtgeraakt. Maar de verdachte is ook een geliefde van hen. Ze mocht zelf ook nog wat zeggen, maar dat lukte niet echt. Ze kreeg een brok in haar keel en vertelde dat het allemaal heel hard binnenkomt. Bouchra wordt de komende maanden onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Almere. En op 13 april volgt de volgende zitting in deze zaak.